gemeenschap wordt gebleven. Ze zeiden net door Samaria. Hebben ze nu al 5 gekregen? Wel nee, ze houden van elkaar. Maar waarom laten ze ons wachten? Dat is toch zinloos, ik maar toe. Een bruiloftsfeest onder een bruidspaar. Dat brengt een hele hoop genoeg. Hele hoop genoeg. Het ziet eruit alsof de kapper nog niet met je klaar is. Wat ook zo, mijn tijd. Jij ziet er beter uit dan vanochtend. Echt? Ja, als je bedenkt dat je toen nog stekeltjes had. Dank je. Ik zie een kabel sinds vandaag, maar je bent nu al een vriendin. Niets verbindt mensen meer dan staan we 8 uur bij de koffer zitten. Een katten. Ik neem ze overal mee naartoe. Het bruidspaar zal het toch niet erg vinden dat ik ze heb meegenomen? Het is een openbaar plein. Ze zijn vast van harte welkom. Is de man al? Kees, die heb ik nog niet gezien. Een koffie verkeerd, meneer. Koffie verkeerd? Zo drink je volgens toch geen koffie? Nee, verkeerd. Dag moeder, ik zie dat u een nieuwe hondje mee hebt genomen. Ja, het is zo'n lief beestje. Daar heb ik nog een mobieltje mee gekregen. Alleen tv-programma's knippen met wifi, hè? Zonder wifi ben ik zo door het water er niet heen. Maak je maar geen zorgen, zo. Ik kijk nooit tv zonder wifi. Ja. Oh. Wat is er? Ruikt u er nog van kanten? Ja, ik heb vast iets verkeerd getrokken. Ja, je koffie, dat is... Ah, dat was meteen al duidelijk. Waarom ben je eigenlijk wel eigenlijk tegen mij? Ik ben van de familie Bol. Terwijl ik het keuken. Gewoon een compliment geven aan de chef. Het ziet er mooi uit vandaag. Wat zeg je nou? Je ziet er mooi uit vandaag. Vandaag? Wat bedoel je precies met vandaag? Sorry dat ik al die jaren zo vervelend tegen